Sorry, even afgeleid. Ik was zo boos op een mailtje of een appje wat we binnenkrijgen. Rudy was boos. Waarom was hij boos? Hij vindt de Nederlandse radio helemaal niks. En de Nederlandse radio DJ's al helemaal niet. In de bijzonder Tiemer van 3FM. Hey, wat is dat nou voor een eikelige app die je nou stuurt? Eikelige app? Ik hoor alleen maar puberaal gezwets op puberaal. Ik vind je een egoïstische klootzak. Ja, en ik ben nu benieuwd waarom Rudy precies zo boos werd en hoe hij de Nederlandse radio dan wel voor zich ziet. Hey Rudy, hoi. Waarom werd je nou zo boos? En hoe zie je dat Nederlandse radiolandschap nou wel voor je? We zijn net binnen. Zulke eens per jaar samen. Nou, reclame. Ook gelul. Oh, kijk. Ik heb het gevoel dat ik stil sta in mijn persoonlijke ontwikkeling. En dan gaat hij praten. Nou, Cure, is goede muziek. Die ga ik ook aan. Kijk, en nou denkt hij dat hij grappig is. Maar dat vind ik helemaal niet grappig over de lippenstift. Nee. Dat vind ik een domme opmerking. Maar waarom vind je het zo super kut dat er überhaupt gepraat wordt op de radio? De radio is mijn achtergrond. En als ik dan een gesprek moet volgen, dan vind ik dat vermoeiend. Oké, zullen we eens luisteren nu? Oh, je doet direct alweer weg. Ja, dat is een basisimpuls. Zeg maar. Dan is het direct draaien. Dan is het direct draaien. Nou, het weer, dat interesseert me ook niet. Nee. Dus als ik het weer wil weten, dan kijken we naar buiten. En wat gebeurt er met Rudy als je dan opeens gelul hoort? Nou, afhankelijk van hoe gespannen ik ben. Ik heb heel veel koffie gedronken en daar ben ik nu mee gestopt. En ik heb wat tegenslagen gehad. Dus als ik heel erg gespannen ben en ik hoor dan een of andere joker op de radio grapjes maken, dan knapt er iets, dan word ik heel erg boos. Maar ik zap nou al een aantal jaar zap ik heen en weer. Dus ding, en weer een zender, weer een gelul, weer een joker. Nou, op een gegeven moment als ik zo zat, ik ga een appje sturen. En dan heb ik een appje gestuurd. Ja. En vervolgens kwam ik op de radio. Naar 3FM. Naar 3FM. Maar als je geen DJ wil horen, Rudy, waarom luister je dan naar 3FM? Omdat ik toevallig een liedje hoorde. En van de 60 minuten radio die ik hoor, hoor ik ongeveer 40 minuten gelul of reclame. Om eerlijk te zijn, ja. De hele Nederlandse radio kan toch niet afgestemd worden op Rudy? Dat snap ik, dat klopt. Maar waarom dan toch boos worden? Dat gebeurde gewoon. Ik vind het eigenlijk het publieksgeld vind ik het niet waard, zeg maar. Oké, maar wat vind je puberaal aan wat Timo en Ramon bijvoorbeeld doen in die show dan? Noem eens een paar dingen die je gewoon een beetje geinen, waar ik geen affiniteit meer heb. Hoe lang luister je al dan? Hoe lang ik al luister? Ik luister godverdomme al 30 jaar radio. 30 jaar? Dan ben je al 30 jaar te ergeren. Kijk, nu hoor ik ook een soort iets van... Dat komt helemaal niet over, Timo. Waarom zet je dat ding niet uit en ga je niet lekker op Spotify of op YouTube? Nou, Spotify heeft een lagere definitie. Ja, oké, okay, maar ik bedoel... Gewoon aan zich, ga lekker liedjes luisteren. Dan heb je die bullshit niet te horen. Nou ja, ik moet zeppen. Ik wil lekker liedjes luisteren met dit ding. Publieke radio. Er zit een hoop subsidie op, er wordt een hoop mee gefraudeerd, het luistercijfers en dat soort dingen. Ja. Het is voor mij niet evident, maar dat vind ik wel plausibel. Wat bedoel je dan? Nou, wat bedoel ik? Ik bedoel gewoon het algemene niveau van DJ's. Dat vind ik überhaupt puberaal gezwets. Ik heb veel muziek. Waar hou je het meest van? Als de noot met emotie is gespeeld. Dus, en met ware emotie. Dus, moet je wel eens huilen om muziek? Ja, zeker. Bij deze had ik wel emotie toen ik deze voor het eerst hoorde. Dan sta je hier te huilen. Nou, soms zit ik of ga ik staan of ga ik dansen. Dansen ook wel? Ja, dansen ook wel, ja. Nou, de vloer is voor jou. Ik durf niet. Dat doe ik met je mee. Nou, kijk, kom. Gaan we Russisch dansen, goed? Nee, moet je mijn handen zo? Kijk, we moeten even omdraaien. Zo, maar even wachten. Ja? Hé, maatje. Zo. Dansen, ja. Ja, is dit een Russisch dans, hè? Ja, dat is Russisch dans. Zo. Door de knieën. Zo. Ja, dat is leuk, toch? Hop. Ik moet er even aan wennen, Rudy. Ja. Het is voor mij ook de eerste keer. Ja. Ik wil gewoon muziek horen. Ik wil geen gelul van een domme, egoïstische, puberale, cocaïneverslaafde DJ. Een cocaïneverslaafde DJ? Je hebt ook gezegd dat de DJ's coke doorsnoven grappenmakers zijn. Is dat niet een beetje... Over dan? Coke gebruiken en tv en entertainment, dat gaat denk ik hand in hand. Nou, het is ongefundeerd om te zeggen dat die Tiemer, de desbetreffende radio-DJ die aan de lijn had, een coke doorsnoven gek is. Ik merk dat die lui hun ego boven het luisterbelang stellen. En van coke en ook van koffie wordt het ego versterkt. Dus mijn... Misschien kort door de bocht conclusie is van nou, hij gebruikt coke. Zo denk ik een beetje over het tv-wereldje. Vind je mij ook een klootzak?
Nou, sommige. Ja, sommige. Kijk, je probeert zoveel mogelijk informatie uit mij te halen. Ja. En dat voelt als energieroof. Ja, dus je vindt dat vervelend? Ik vind je als persoon misschien geen klootzak, maar sommige rollen die aangenomen worden vind ik wel klootzakkerig, dat klopt. Maar ik hoef dat gelul van jou en van je collega's niet meer te horen. Ik wil gewoon muziek horen. Hey Rudy, hoe zie jij dan afsluiten de Nederlandse radio wel voor je en de DJ's? De radio zie ik voor me zonder geplaat, zonder nieuws, zonder filemeldingen en met korte overhangetjes, persoonlijke overhangetjes van de zender zelf. Bam. Ja, that's it.